Hallo kijkers van Shine Spice, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is tijd voor het EK 2020 voorspellen. Wat wordt gehouden in 2021 natuurlijk, en we weten allemaal waarom. Voor degenen die al aan Eredivisie voorspellen hebben meegedaan, daar is het concept mee bekend. Ik doe namelijk al 6 jaar voor de Eredivisie voorspellen, maar dit keer is het tijd om EK 2021 te voorspellen. En ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. En voor degene wie nog niet bekend is wat de regels zijn, gaan we dat natuurlijk eerst eventjes bekijken. De regels zijn: laat een reactie achter onder de video met jouw voorspelling. Laten we zeggen, ik krijg in de volgende sheet krijg je allemaal wedstrijden te zien. In de reacties zeg je van, nou ja, die wedstrijd wordt dit en die wedstrijd wordt dat. Probeer de volgorde aan te houden die ik zo meteen in de volgende sheet laat zien. Bij een juiste voorspelling krijg je 3 punten. Dus als je 2-1 hebt voorspeld en het wordt 2-1, krijg je 3 punten. Bij een juiste winnaar krijg je 1 punt. Dus als je 2-1 hebt voorspeld, maar het wordt 3-1, krijg je maar 1 punt. En als het gelijk wordt of je hebt de verkeerde winnaar, krijg je 0 punten, vanzelfsprekend. Je voorspelling is alleen geldig wanneer hij voor de start van de wedstrijd is doorgegeven. Maar ik ga ervan uit dat dat wel logisch is. Je kan je voorspelling veranderen als je wilt door middel van een reactie onder je originele bericht te plaatsen. Dus niet je bericht te bewerken, want dan kan ik niet zien wanneer je het bewerkt hebt. En dan kan je het ook net zo goed bewerkt hebben op het moment dat de wedstrijd al gespeeld is. En je voorspelt de uitslag na 90 minuten, niet na de verlenging. Dus natuurlijk wel met blessuretijd, maar het gaat erom dat na de normale speeltijd, wat dan de stand is. Dat voorspel je, zeg maar. Dus elke wedstrijd kan ook gelijk voorspeld worden, omdat natuurlijk gewoon de verlenging daar niet in meetelt. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. Als je vragen hebt, zet het alsjeblieft in de reacties. Dan kunnen we daar natuurlijk nog op antwoorden. En iedereen kan gewoon meedoen. Elke aflevering heb ik een top 8 van de mensen. Hoe ze staan, zeg maar, wie de meeste punten hebben gehaald. De rest, mochten er meer dan 8 mensen meedoen, staat in de beschrijving een linkje naar een Excel sheet waar je de hele stand in kan zien. Dus dan weten jullie in ieder geval ook hoe dat werkt. Dan zijn dit de wedstrijden die we voor de eerste ronde gaan voorspellen, namelijk Turkije tegen Italië, Wales tegen Zwitserland, Denemarken moet tegen Finland, België moet tegen Rusland, Engeland, Kroatië, Oostenrijk tegen Macedonië, Nederland, Oekraïne, Schotland ontvangt Tsjechië, Polen moet tegen Slowakije, Spanje moet tegen Zweden, Hongarije ontvangt Portugal en als laatste hebben we meteen een toppertje, Frankrijk tegen Duitsland. Ik hoop dat ik iedereen genoeg informatie heb gegeven voor het maken van de voorspellingen en dat iedereen weet hoe het werkt. Kijk anders gewoon een aflevering van Eredivisie voorspellen terug, dan gaat het vast helemaal goed komen. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Mocht je het nou leuk vinden om over voetbal te praten, in de Discord hebben we een hele leuke chat om eigenlijk met allemaal voetbalfanaten een beetje te praten over voetbal. En dat gaat over Eredivisie, over buitenlands voetbal en over het EK allemaal. Dus je bent zeker welkom, het linkje daarvan staat ook in de beschrijving. Heel erg bedankt voor het kijken. Adios, amigos.